De TGV Noord tussen Parijs en Brussel vordert gestaag. Vanaf Lille moet een aftakking naar de kanaaltunnel bij Calais in 1994 klaar zijn. Handig voor werkverkeer en bezoekers is de speciale bewegwijzering. Op delen van het traject zijn rails en bovenleidingportalen al aanwezig. Ter besparing van grondwerk bij kruisende wegen worden hellingen geaccepteerd die bij hoge snelheidslijnen met alleen personenverkeer, zoals in Frankrijk, minder bezwaarlijk zijn. Tot Lille volgt het tracé grotendeels de Autoroute du Nord. Verstokte autorijders zien hier dus binnen afzienbare tijd TGV's met 300 km per uur voorbij zoeven. Om zover te kunnen komen traden eerst een aantal loks van de voormalige NS-serie 2400 toe tot de SNCF. Ze werden daarvoor beloond met een dikke 6 toegevoegd aan hun serienummer. Hieronder bevindt zich ook de 2450, die vorig jaar door de NVBS voor speciale ritten werd omgeschilderd in roodbruine uitmonstering. De loks worden ingezet voor de railaanleg in diverse stadia. Hier voor een werktrein met Bielsen voor het definitieve spoor. Twee andere 2400'en, waarvan er slechts één actief is, voeren bevestigingsmiddelen aan die langs de baan worden gedropt. De concurrentie houdt een en ander ondertussen nauwlettend in de gaten. Het proces van railleggen verloopt normaal als volgt. Eerst wordt er één tijdelijk spoor gelegd. Een speciale legmachine pakt kant-en-klare korte stukken rails van een geduwde werktrein en legt deze voor de trein neer, die vervolgens verder kan rijden. Vanaf dit tijdelijke spoor wordt vervolgens het andere spoor in definitieve vorm gelegd, met een bed van Bielsen en lange spoorstaven, geleverd door een tweede werktrein. Een derde voert de bevestigingsmiddelen aan, waarna het spoor gebouwd kan worden. Daarna wordt de ballast gestort en vervolgens het spoor in de juiste positie geschift. Dan kan het tijdelijke spoor worden opgebroken en vervangen door het tweede definitieve spoor.
Ook bij de 2405 en 2465 valt op dat alleen de noodzakelijke trekkracht wordt geactiveerd. Overigens hebben de 2400'en met een nuttig vermogen van slechts 480 kW een hele klus aan dit hellingrijke project. Naast het normaal spoor kent de aanleg ook breed spoor. Namelijk dat waarover de speciale kranen zich bewegen die dwarsliggers en rails aan- of afvoeren. Is België in eigen land nog niet zo actief? Hier in Noord-Frankrijk zijn al enige loks van de Belgische reeks 59 ingezet. Ze hebben een grindtrein met zelflossers. Die zorgen voor het ballasten van het nieuwe spoor.